Yo guys, we zitten weer op een van de misschien wel mooiste uitdagingen die ik dit jaar heb. Ik zit in Italië. Het is voor mij de eerste keer dat ik in dit land überhaupt ben. En we hebben 2 weken de tijd. Wat gaan we in die 2 weken doen? Ik heb eigenlijk 2 projecten. 1, een tof video maken voor jullie. En 2, ik ben bezig met een DVD voor de onderwatercamera die in rondom Karpswolle online gaat komen. Die gaat dan de markt op, proberen we leuke content te creëren. En dat moet ook deels hier gaan gebeuren. Niet alles, maar wel een groot gedeelte. Het is een ontzettend mooi water. Zoals jullie misschien al een beetje op de achtergrond hebben kunnen zien, zitten we midden in de Dolomieten. Prachtige vissen tot dik boven de 60 pond. Mooie volschups, mooie rijen karpers heb ik al voorbij zien komen op de foto's die ik überhaupt heb gehad natuurlijk van het water. Ik heb wat handvaten gehad van Rick. Kijken wat ik ermee kan. Hij was 8 jaar geleden hier ook en heeft toen ook wat mooie vissen gevangen. Het zou prachtig zijn als wij natuurlijk een paar van hem, het oude bestand kunnen vangen in de tijd dat we hier zijn. Dus ja jongens, genoeg ouwe hoort. Geniet van de video, leun achterover en veel plezier met kijken van On The Move 5. Heerlijk aan het chillen, zoals jullie zien. Even genieten van hoe rustig het hier is. Ik ben de enigste visser. Heb zo zijn voordelen. Ik heb 4 plekken gevonden die interessant zijn. Het water is ontzettend diep. Grotendeels meer dan 25 meter. En dat is voor mij niet echt een comfortabele visserij. Ik vis normaal nooit zo diep. Dus ik heb even een vraagstukje bij de PB Boys neergelegd. En er kwam al uit van ja, uiteindelijk een metertje of 15 max. En dat is voor mij ook nog wel vrij diep. Ik weet dat mensen op Cachem bijvoorbeeld veel dieper vissen nog. Maar ja, ik moet met vertrouwen vissen. Maar ik heb ook 2 stack-on dieper gevonden. 4,5 en 8 meter. Keiharde platen. En eentje op een metertje of 5 met een zachte bodem. En daar zag ik al wat vissen zwemmen. Gouden onderwatercamera plaatsen. Dan weten we wat en dan weten we ook waar we moeten gaan vissen van de week. We hebben nog eens een mooi stekje gevonden. En dat zou misschien wel een hele interessante kunnen zijn. Er ligt hier een ongevallen boom. Die raakt helemaal tot de bodem. Die is gewoon van die berg afgedonderd. En die ligt daar maar gewoon.